Een hele goede middag allemaal. Welkom bij dit webinar. Ik hoop dat er een hoop mensen zijn aangesloten inmiddels. Ik kan intussen even gaan kijken of ik iemand zie. Niet direct, maar ik ga er maar even van uit dat mensen gewoon aanwezig zullen zijn. Oh, ons telefoongesprek net was te horen, Manfred, lees ik nu. Maar, sorry. Nou, zo zie je, wij leren ook continu over waar we mee bezig zijn. Wat kunnen we gaan verwachten? In ieder geval, laat ik ook even Sandra eventjes voorstellen. Sandra die zit hier aan de andere kant van de lijn. Die zal ik ook eventjes in beeld brengen. Sandra, wil jij jezelf even voorstellen? Ja, goedemiddag allemaal. Ik ben Sandra Zwanenburg. Ik werk op het Hofstedencollege in Den Haag. En nou, zoals Manfred al in zijn aankondiging heeft gedaan, zijn we al een aantal jaar bezig met het Haags praktijkschooldiploma. En ik heb daar, zeker in de beginfase en nu nog, mijn rol en aandeel in gehad. Dus samen met Manfred hoop ik dat we jullie het een en ander daarover kunnen vertellen. Maar het is Manfreds feestje, dus we schakelen terug naar Manfred. Schakelen terug. Goed. Ik zal mezelf ook nog even voorstellen. Ik werk zelf op Tijdschool de Poort. Daar ben ik de examencoördinator. Daar ben ik ook mentor van een vijfde klas. En ik werk inmiddels 20 jaar op deze school. Dus ik heb het hele praktijkschooldiploma wel van begin af aan meegemaakt. Niet met alles bemoeid, zoals Sandra wel heeft kunnen doen vanaf het allereerste begin. Maar een collega van mij die heeft dat allemaal samen met Sandra en volgens mij met nog iemand helemaal opgezet. Laten we gewoon eens even kijken naar wat we te wachten staan. Eens even kijken. Dan moet ik even hier klikken voor de volgende dia. En dan moet ik hier klikken om zichtbaar te maken. Zo. De agenda. Nou, de voorstelronde hebben we eigenlijk al een beetje gehad. We gaan het vandaag hebben over het ontstaan van het Haagse praktijkschooldiploma. We gaan het hebben over wat er nodig is om nou een goed portfolio in elkaar te zetten. En dan zie je eigenlijk al twee belangrijke onderdelen staan. Dat is het curriculum in kaart brengen van jouw school. En de bewijsvoering bepalen. En tot slot wil ik nog even een beeld geven hoe wij het op de poort doen. En Sandra die zal daarover aansluiten hoe ze dat op de hofsteden doen. En ik denk ook wel dat het heel erg duidelijk wordt dat dat stuk ook echt heel erg school-eigen mag zijn. Dus dat hoef je echt niet exact te kopiëren van een andere school. Dan mag je in de grootste lijnen wel een eigen smoel aangeven. Sandra, heb je nu al iets toe te voegen toevallig? Nee, je doet het fantastisch, Manfred. Ga lekker verder. Ik krijg net wel een berichtje binnen dat wij niet te horen zijn door iemand. Oh. Ik weet niet of meer mensen daar last van hebben, maar dat wordt gevraagd. Maar ik krijg dat nu niet. Krijg daar geen antwoord op. Ik zet de chat ook even aan. Dus als mensen dan iets te melden hebben dat ze zeggen van joh, jullie zijn niet te verstaan of wel te verstaan, laat het even in de chat weten. De vergaderchat, dan kunnen we dat gelijk even zien. Het zat eigenlijk bij mij in het mapje vragen en antwoorden weergeven. Daar stond het was niet te zien of te horen. Kijk. Daar. Oké, okay. Nou. Ja, daar zijn inderdaad allerlei dingen staan. En iemand vraagt of je ook netjes op opnemen hebt gedrukt, Manfred? Nee, heb ik niet gedaan, maar ik heb meerdere testjes gedaan en het wordt automatisch opgenomen. Oh, kijk, dat is mooi. Ik maak gebruik van de webinarfunctie die ook in Teams zit. En die regelt het helemaal zelf. Dus ik heb niet eens de mogelijkheid om op opnemen te drukken. Maar bedankt voor de herinnering, want daar had ik inderdaad om gevraagd om mij te helpen herinneren dat ik dat zou doen. Ja. Ja. Nou, dus de berichten lopen binnen. We zijn te horen, dus we gaan gewoon maar verder, lijkt mij. Ja, Sandra, kun je tussendoor ook kijken of je wat vragen in de gaten kan houden? Ja, ga ik doen. Zodat we iedereen ook die antwoorden kunnen geven. Het ontstaan van Haags Pro-diploma. Ja, daar wil ik toch wel eventjes Sandra bij gaan betrekken. Sandra, kan jij vertellen hoe dit tot stand is gekomen en waarom het Haags Pro-diploma is ingezet? Nou, waar het eigenlijk op neerkwam is dat wij een jaar of 10 geleden in de samenwerking met de Haagse praktijkscholen en de overleggen die wij hadden steeds vaker
tegen problemen aanliepen dat wij te maken kregen met een grote groep leerlingen die erg ongemotiveerd was. Ik zit op een praktijkschool en ik ben niets waard en wat houdt het nou helemaal in en ik kan geen diploma halen en ik wil naar het mbo, want als ik op het mbo zit dan ben ik tenminste iemand. Nou, daar hebben we op geacteerd door te zeggen van ja, het is eigenlijk jammer dat je leerlingen die gewoon zoveel talenten en zoveel prachtige dingen in huis hebben, er gewoon niet uit kan halen omdat ze ongemotiveerd zijn en zich ongelukkig voelen in de onderwijsvorm waar ze in zitten. Laten we eens kijken hoe we dat anders op kunnen tuigen om leerlingen gewoon die motivatie weer terug te laten vinden. Toen zijn we eigenlijk gestart op hele kleine schaal met een aantal praktijkscholen van nou, laten we eens kijken of we ze iets van een bewijzenmapje, hè. Examen is lastig, centrale examens doen maar ook niet binnen het pro. Laten we eens kijken of we ze op een andere manier bewijzen kunnen laten verzamelen van wat ze waard zijn. En dat is zo heel langzaam uitgegroeid tot wat nu eigenlijk het Haags praktijkschooldiploma is geworden. Van op hele kleine schaal is beginnen met een portfolio tot bij elkaar in de keuken kijken, bedenken dat het misschien toch wel erg leuk was om daar een vorm van examen of eindgesprek aan te koppelen om de boel wat meer cachet te geven, tot dan nu uiteindelijk een heel haaglandenbreed diploma-reglement waarin we gewoon met elkaar haalbare doelen maar noodzakelijke eisen hebben beschreven. En we elkaar als leerlingen examineren. Dus Manfred komt ieder jaar mijn leerlingen eindgesprek mee voeren. En ik ga naar die van Manfred. En zo zijn er meer samenwerkingsverbanden binnen Den Haag. Dat hebben we geprobeerd ook wat breder uit te rollen. Via de regio overleg en dergelijke. En daarmee is dat een beetje als een olievlek hier in de regio gaan werken. Waarin Leiden mee is gaan doen. Zoetermeer, Delft, Rotterdam, Gouda. En zo heeft zich dat een beetje uitgespreid. En toen op een gegeven moment daar binnen de sectoraat het curriculum praktijkschooldiploma praktijkonderwijs is opgesteld. Toen hebben we gezegd, nou dit is gewoon een prachtig document waarin je eigenlijk de hele opbouw van je portfolio aan kunt ophangen. Dus het zijn eigenlijk twee trajecten geweest wat wij hier in Den Haag op hele kleine schaal begonnen zijn. En wat langzaam uitgespreid is naar het curriculum pro wat natuurlijk landelijk is ingevoerd. En die twee hebben wij hier aan elkaar gekoppeld. Oké, lijkt me een duidelijk verhaal. En dan kan ik gelijk eventjes inzetten op dat stuk curriculum wat jij zelf ook aangeeft. Dat curriculum in kaart brengen, dat is echt wel de basis van je praktijkschooldiploma. En het wil niet zeggen dat alles wat je in een curriculum zou kunnen stoppen, dus wat ook beschreven staat landelijk voor het praktijkonderwijs, dat je dat erin moet stoppen. Maar je moet vooral gaan kijken, ja, wat bieden we nu aan? Hè, welke vakken hebben we? Welke vakinhoud? Je ziet er ook een foto van het curriculum wat wij bij ons op school in kaart hebben gebracht. En ik snap dat het erg klein is, maar het is ook een heel groot document wat bij ons aan de muur hangt in de vergaderzaal. Op het moment dat wij iets willen veranderen aan ons onderwijs, dan moeten we ook kijken of dat niet geen invloed heeft op een ander vak. Dus dat je niet een ander in de weg zit. Of dat je zegt, joh, ik wil dit nu gaan aanbieden, maar wat doen ze in het volgende leerjaar? En past dat dan wel wat ik hier ga aanbieden? En ons adjunct-directeur die is daarin wel de leidraad die dat ook in de gaten houdt en waarbij je ook wel moet aangeven dat je iets wil veranderen en dat je ook hebt bekeken of het wel of niet de ander in de weg zit. Mag ik daar iets op aanvullen, Manfred? Natuurlijk. Ja? Dat curriculum, dat ziet er echt uit als je dat voor de eerste keer ziet. Dat is huge. Het is verdeeld over de domeinen wonen, werken, vrije tijd, burgerschap. En binnen die domeinen in het curriculum zijn er allerlei streef- en beheersingsdoelen uitgewerkt. En als je dat in eerste instantie ziet, kan je daar best wel even van schrikken. Van, oh jee, dat is, moeten we dit allemaal doen? Dus wij hebben het een beetje omgedraaid. We hebben gekeken van wat staat er in het curriculum. En dan die wat, wanneer, waar zaken hebben wij daarop ingevuld. En dan kom je erachter dat eigenlijk bijna alles wat er binnen het curriculum beschreven is, dat doe je op een bepaald moment al binnen je onderwijs. En dat is ook het mooie van het curriculum en de vrijheid die je daarin hebt.
Het kan zijn dat bij ons op school bepaalde doelen vanuit burgerschap in een derde leerjaar aan de orde komen. En dat dat bij Manfred al in leerjaar 1 of misschien in leerjaar 5 pas een onderdeel van het lesprogramma is. Dus je kunt dat curriculum gewoon helemaal over je schoolorganisatie heen gaan leggen. En zo kun je gaan filteren. Wat doe ik? Wanneer doe ik het? Hoe doe ik het? Welke bewijzen koppel ik daaraan? En dan komt ook heel mooi bovendrijven van wat doe ik dan nog niet? En als ik dat niet doe, is dat een bewuste keuze geweest in ons onderwijs? En dan gaan we dat wel doen of blijven we dat niet doen? Of is het iets wat we gemist hebben? En dan is dan weer de volgende stap. Nou, we hebben iets gemist. Gaan we dat alsnog doen? Of laten we dat zo? En dan zal ik even een voorbeeld vanuit het Haagse noemen. Kijk je naar de doelen binnen wonen en vrije tijd. Zorg voor een huisdier. Nou, we hebben veel van onze jongeren die wonen met 10, 12 mensen in één gezin op een klein flatje in de Schilderswijk. Daar zijn geen huisdieren in huis. Zou ik me voor kan stellen dat als jij in een plattelandsomgeving zit, waar mensen veel meer bezig zijn met tuinieren, met het verzorgen van dieren, dat je dat een belangrijker onderdeel laat zijn op je school. Die keuzevrijheid die heb je. Het gaat er alleen wel om dat als jij bepaalde doelen niet aanbiedt binnen je organisatie, dat je ook kan verantwoorden waarom dat zo is. En dat het niet iets is omdat je het gewoon gemist hebt. Dat is eigenlijk de bedoeling van het curriculum. Maar het is dus niet zo dat je je hele organisatie op de schop moet gooien. Je gaat dat curriculum leg je over hetgeen wat je altijd al deed. Oké, nou lijkt me een helder. Bedankt voor de aanvulling. En je kan dan inderdaad, wat gaf Sandra ook aan, wel gaan kijken. Ja, weet je, nou komen we erachter dat er iets is wat we niet aanbieden, maar wat eigenlijk wel een mooie aanvulling zou zijn. En ja, dat heeft voor ons ook wel ervoor gezorgd dat wij op een hele andere manier naar onze onderwijs zijn gaan kijken. En op een hele andere manier ook gaan kijken, ja, wat kunnen we nou nog gaan ontwikkelen om ons onderwijs nog verder te verrijken. Dus dat is wel het mooie daarvan, denk ik. Zijn er vragen over gekomen? Heb je gezien? Ja. Er wordt gevraagd, het curriculum zit het domein Nederlandse rekenen niet in. Hoe is dit alsnog weggezet? Nou, ik heb daar in de ontwikkeling van het curriculum binnen de sectorraad ook best discussie over gehad. Ze hebben daar aangegeven, binnen de doelen die gesteld zijn, binnen de domeinen kun je Nederlands en rekenen wegzetten. Wij als Hofstede hebben ervoor gekozen, en ik weet dat de poort dat ook heeft, om binnen ons portfolio echt het domein leren toe te voegen, waarin Nederlands en rekenen een prominentere plek krijgt, maar dat komt omdat wij hier in Den Haag ook met ons mbo een convenant hebben om eventueel entree te kunnen diplomeren en daar stond een belangrijk onderdeel van. Die keuzevrijheid heb je dus als school. Of je kiest ervoor om die zaken binnen je de vier domeinen weg te zetten die er beschreven zijn, of je maakt er zelf een vijfde domein van. En dat hebben wij het domein leren genoemd hier in het Haagse. Klopt. Dus ik hoop dat daarmee de vraag van anoniem beantwoord is. Dan kunnen we verder naar de volgende dia, denk ik. Bewijsvoering bepalen. Hoe zorg je ervoor dat je je bewijsvoering op orde hebt voor het partijschooldiploma? En ja, dat is eigenlijk ook iets wat heel erg op je eigen onderwijs van toepassing is. Wij hebben per leerjaar hebben wij gekeken met het curriculum daarnaast van ja, wat bieden wij hier aan en wat vinden wij nou belangrijk in eerste instantie in klas 1 en klas 2 dat een leerling een aangepast, ben ik de naam kwijt, certificaat, basisvormingscertificaat kan krijgen. Daar hebben we een aantal punten voor vastgelegd wat wij belangrijk vinden. Dat zijn een aantal bewijsstukken. En aan het eind van klas 2, als die leerling heeft voldaan aan die echt wel haalbare bewijsstukken, dan kan hij aan het eind van klas 2 een certificaat behalen. Dat certificaat hebben wij als verplicht onderdeel voor ons praktijkschooldiploma vastgelegd. Nou, zo hebben we nog een drie, viertal certificaten waarvan we hebben gezegd, ja, weet je, dat zijn verplichte certificaten waarvan wij vinden, nou, als jij 5 jaar bij ons op de poort zit, dan zijn die certificaten eigenlijk zonder heel veel inspanning goed te behalen voor de gemiddelde pro-leerling. En een leerling die wat zwakker presteert, ja, dan geven we wel onze eigen draai aan dat hij dat diploma ook verdient.
Want een zwakke leerling moet niet ten koste gaan van datgene wat jij vindt wat belangrijk is, wat elke leerling moet behalen. We hebben in praktijkonderwijs streefdoelen en die streefdoelen zijn wat dat betreft gewoon heel flexibel en kan je daar heel flexibel mee omgaan ook als praktijkschool. We hebben ook een aantal onderdelen toegevoegd, certificaten van zeggen, ja weet je, dit zijn er een stuk of 5 en van die 5 moet het toch echt wel haalbaar zijn om er 3 ook te behalen, maar dat zitten ook een aantal branchecertificaten zitten daartussen. Niet alle leerlingen volgen alle branchecertificaten of brancherichtingen. En op het moment dat ze bijvoorbeeld de horeca SVH hebben gevolgd, dan is dat wel een onderdeel geworden van de gedeeltelijk verplichte certificaten. En ook dat blijkt in de praktijk totaal geen probleem te zijn om 3 van de 5 verplichte certificaten te behalen. Sandra, hoe gaat het bij jullie op school? Nou, wij werken eigenlijk een beetje op dezelfde manier. En ik ga straks, er is weer een vraag binnen, die ga ik straks even beantwoorden. Wat wij hebben gedaan is ook net zoals bij Manfred op school, we hebben een basisvormingscertificaat ingevoerd. Even, dat is een school-eigen certificaat. Hè? Dat is iets waar je als school zelf je doelen en je eisen aan kunt stellen. En wij hebben altijd houden we in het oog van het moeten haalbare doelen zijn, maar noodzakelijke eisen. En ook daarin heb je ook nog de vrijheid om dat per leerling wat te differentiëren. Want je bepaalt de regels, de eisen van het certificaat zelf. Maar er zijn dus een bepaald aantal certificaten die verplicht zijn om behaald te worden. En een aantal, dat noemen we dan adaptief. Dus eigenlijk het verhaal wat Manfred net vertelde. Dat hebben we in een soort certificaatvorm gestopt. We hebben daarnaast ook, en daar zal Manfred straks over zijn school het een en ander over vertellen, een portfolio. Waarin we ook zeggen, die en die en die opdrachten moeten er gewoon verplicht in. En die opdrachten kun je ook weer differentiëren. Als je een leerling hebt die gewoon ontzettend slecht schrijft, die kan ook in een soort fotoverhaal een verslagje maken. Dus je kunt daar alle kanten mee op. Waar het om gaat, is dat je leerlingen meegeeft dat er gewoon bepaalde dingen moeten. Nou, en als ik dan kijk naar de vraag die net kwam, van hebben jullie gemerkt of leerlingen beter gemotiveerd zijn. Nou, wij hebben daar hier in het Haagse eigenlijk binnen alle scholen een enorme omslag plaats zien vinden. Van, hè, je moet opeens iets en het is niet zomaar iets, je moet een diploma halen. En voor dat diploma moet je laten zien wat je waard bent. En als je het niet haalt, heeft dat vaak te maken met dat je dingen niet wilde. En dat is ook een vraag, zijn er ook leerlingen die dat diploma niet halen? Ja! Er zijn dus ook leerlingen die het niet halen. Wij denken dat de doelen die wij stellen, de eisen die we stellen, is voor iedere praktijkschoolleerling haalbaar. Zeker omdat je als organisatie de vrijheid hebt om te differentiëren binnen zo'n opdracht of binnen zo'n doel. Dus het is voor iedereen haalbaar. De leerlingen die het niet halen, dat zijn echt de leerlingen, dat noemen wij dan de niet-willers. Die niet opkomen dagen, niet naar school toe komen, hoog afwezigheidspercentage, op stages weg worden gestuurd, gedragsproblematiek en wat dan ook. Nou, daar hadden we vroeger ook mee te dealen. Maar je merkt nu, doordat ze zaken kunnen behalen, dat die groep een stuk kleiner is geworden. Ja. He, de motivatie waarvan, ja, wat doe ik hier en het is toch maar een praktijkschool en ik behaal hier niks, is bij een groot deel van de leerlingen gewoon niet meer aanwezig. Want ze willen toch echt wel laten zien wat ze waard zijn. En we hebben ook echt gemerkt dat door dit systeem leerlingen gaan overachieven, dingen laten zien die wij misschien zelfs niet eens verwacht hadden van bepaalde kinderen. Maar dat ze halen echt het uiterste uit zichzelf door dit systeem. Dus wij zijn er super enthousiast over. Het is ook heel leuk om te zien dat als ze eenmaal een examengesprek hebben, waar dan in ons geval zit Sandra dan maar vaak bij, of een collega van Sandra. Dan zijn ze super eerlijk over datgene wat zij over zichzelf kunnen vertellen. En dingen waarvan je als mentor soms denkt van, nou weet je, het hoef je niet te vertellen. Dat is eigenlijk iets wat wel privé genoeg is. En dat maakt totaal niks uit. Maar die leerlingen gaan soms helemaal los. Dat je denkt van, nou, zo eerlijk had ik het totaal niet verwacht. Ook over gedrag wat ze hebben vertoond in eerdere leerjaren. Het gebrek aan motivatie wat ze hebben gehad. En het moment waarop ineens die motivatie terugkwam. Het is echt onwijs gaaf om te zien dat het toewerken naar zo'n diploma echt wel heel veel waarde heeft voor zo'n leerling.
Ik krijg hier, oh, mijn licht gaat uit. Even bewegen. Ik krijg hier een vraag binnen van, kunnen jullie wat voorbeelden geven van de inhoud van een basiscertificaat? Ja, wat wij hebben gedaan is echt naar het curriculum gekeken en met name in het burgerschap en het wonen en vrije tijd, daarin allerlei opdrachten gemaakt die ze gedurende de 2 jaar moeten volbrengen. En op basis daarvan halen zij hun basisvormingscertificaat. Met daarna ook binnen onze praktijkvakken. Dus niet alleen de theorievakken, dat geldt ook voor de praktijkvakken. Maar de dingen die wij daar vragen, passen bij onze school. Manfredsen school vraagt daar andere dingen. En je kunt daar dus gewoon... Ga uit van je eigen organisatie. Ga ervan uit wat je nu al doet. Je moet niet de hele boel op z'n kop gooien. Want dan is het een onoverzichtelijke toestand. Ga gewoon kijken, wat doe ik al? En wat voor bewijzen kan ik daaraan koppelen? En bij een aantal bewijzen bij elkaar, dan koppel ik daar een basisvormingscertificaat aan vast. Dat is gewoon de meest makkelijke manier. Die vrijheid heb je als school. Kijk gewoon naar de inhoud van je eigen lesprogramma. En, precies. En maak op basis daarvan een keuze. Doe er niet te veel. Kies uit 3, misschien 4 onderdelen waarvan jij zegt van nou, dat vind ik belangrijk genoeg om daar een basisvormingscertificaat aan vast te leggen. Want dat toont aan dat de leerling gemotiveerd is, aanwezig is, zelfstandigheid kan tonen. Ligt maar net aan wat je belangrijk vindt binnen het eerste 2 leerjaar. En dat is echt heel erg schoolafhankelijk. Ja. En ik denk ook heel erg regioafhankelijk. Nou, eigenlijk in het verlengde daarvan komt er ook een vraag binnen van welke dingen kunnen ze bij jullie behalen op het gebied van stage. Ook dat is weer schoolafhankelijk. Wij hebben bij ons op school vanaf leerjaar 3 hebben wij interne stage. Daarvoor kunnen ze ook weer een schooleigen certificaat behalen. En daar hebben we een aantal eisen onder gehangen waarvan wij vinden dat leerlingen daar aan moeten voldoen. In leerjaar 4 gaan ze bij ons op externe stage en proberen zij 3 van door hen gekozen uitstroomprofielen uit. En onze uitstroomprofielen die matchen eigenlijk met de uitstroomprofielen van de entreeopleiding. Daar mogen ze er 3 van uitproberen. Ook daarvoor kunnen zij weer een certificaat halen. En in ons 5e leerjaar hebben zij een definitieve uitstroomkeuze gemaakt en... daar lopen zij dan het hele schooljaar stage in en daar zit uiteindelijk ook een proeven van bekwaamheid aan vast. En dat geldt zowel voor de praktijkschoolleerlingen als onze entreeleerlingen. Dat hebben wij hier op school helemaal gelijk getrokken. Bij Manfred zit die organisatie op school weer iets anders in elkaar, omdat zij andere keuzes hebben gemaakt wanneer zij leerlingen extern sturen of intern houden of wat dan ook. Maar dat is dus het mooie van dit hele systeem. Je hoeft je organisatie niet op de schop te gooien als je maar bewijzen koppelt aan hetgeen wat je doet. En dat heeft Manfred, jouw school heeft dat ook. Ja, zeker. Ja, bij ons hebben wij in de 3e een oriënterende stage aan het einde van de 3e. En dat is weer allemaal afhankelijk van hoe een leerling heeft gepresteerd bij de arbeidstraining. Die wij in de 3e dan ook aanbieden aan de leerlingen. In de 4e gaan ze bij ons 2 dagen een externe stage lopen. En in de 5e hebben ze 3 dagen stage. En voor elke gelopen stage, in klas 4 lopen ze 3 stages en in klas 5 lopen ze in principe 2 stages. Maar ook dat ligt allemaal niet vast. Als een leerling toevallig ergens niet op de goede plek terecht is gekomen, om welke reden dan ook. Ja, dan wordt die stage afgebroken op een juiste manier uiteraard. Niet zomaar van nou, je wil niet meer, dan gaat het ook niet door. Maar er moet wel een goed gesprek aan vooraf zijn gegaan. Er moet echt een goede reden zijn om af te breken. En dan wordt er gekeken naar een volgende stage waar die leerling misschien beter op zijn plek is. En waar die wel kan floreren. Wordt hier nog wel wat gevraagd, Manfred, over percentage aanwezigheid. Nou, dat is binnen heel Den Haag wel in ons reglement opgenomen. Ja. En wij hanteren een percentage van 80%. Een leerling moet 80% aanwezig zijn geweest op school en stage. Nou kan het natuurlijk ook wel eens zijn dat leerlingen daaronder kukelen. Maar dan moet er altijd een goede aanwijsbare redenen zijn waarom die leerling niet aan de 80% komt. En we hebben allemaal bij ons op school een interne beoordelings- en examencommissie. En die nemen daar dan uiteindelijk een besluit over. Dus leerlingen die ernstig ziek zijn geweest in een bepaalde periode en daardoor hun percentage niet hebben gehaald, die rekenen we daar dan niet op af. Maar die 80% staat dan wel in ons Haagse praktijkschool
diploma-reglement beschreven, maar er is altijd een mogelijkheid om op maat te acteren daarin. Dus ik hoop dat daarmee die vraag beantwoord is. En ik kom nog een vraag binnen, Manfred, over de bewijsvoering en presentis. Nou, wij werken op mijn school niet met presentis, dus daar kan ik echt geen antwoord op geven. Die moet ik aan jou. Nou, die bewijsvoering en presentis komt dadelijk nog wat uitgebreider in beeld. Presentis is natuurlijk heel druk bezig op dit moment met het maken van een digitaal portfolio waar de leerlingen hun spullen in kwijt zouden kunnen, of waar je als docent spullen in kwijt kan. Wat je hier voor je ziet op dit moment, de bewijsvoering bepalen, dat hebben wij aan de hand gedaan van een algemene dag die Presentis organiseerde en waarin allerlei kaartjes werden uitgedeeld waar deze vragen op stonden. En op basis van deze vragen zijn wij het digitaal portfolio gaan vormgeven bij ons op school. We hebben eigenlijk alles geprobeerd zoveel mogelijk met de docenten in kaart te brengen. Wat vindt wie nou belangrijk en waarom vind je dat belangrijk? En dan merk je eigenlijk dat je in grote lijnen het echt wel met elkaar eens bent. En die kleine dingetjes, daar valt heel goed over te praten, of die zijn ook heel goed naast elkaar te gebruiken. Dat maakt eigenlijk ook verder niks uit. Heel veel tijd gingen bij ons wel zitten in in de eerste vragen. Wat moet erin? En de vorm. Hè, hoe leggen we het vast? Nou merk je ook wel dat een heleboel zaken weer te maken hebben met de digitale oplossingen die Presentis gaat bieden. Inmiddels heb ik wel begrepen dat die digitale oplossingen, daar zijn ze heel ver in. En komt het neer op de mappenstructuur die in Presentis zit, dat je bepaalde mappen kan toewijzen voor bepaalde onderdelen van het digitaal portfolio. En met de app kan je bijvoorbeeld een foto maken als leerling waar je trots op bent. En dan kan je in de app, als je die foto hebt gemaakt, kan je er wat informatie aan toevoegen. En die wordt dan opgeslagen als een PDF-bestand. En dat PDF-bestand, dat kan dan daarna, als je in één keer een heel portfolio wil uitdraaien en op papier wil meegeven, of je wilt hem digitaal meegeven, wordt het één groot PDF-bestand. En dat PDF-bestand kan je weer aan de leerlingen meegeven, of digitaal of op papier. Filmpjes kunnen er ook mee gemaakt worden. Nou, daar hebben ze ook weer een systeem voor bedacht, zodat filmpjes volgens mij met een QR-code of iets dergelijks worden vastgelegd. En op die manier denken wij dat wij aan Presentis een hele goede vorm hebben om ons digitaal portfolio te doen. Daarnaast hebben we dan nog ons examenportfolio. En daar hebben wij echt al op dit moment nog bewust voor gekozen om dat nog heel even gescheiden te houden. Ik heb ook geen idee in hoeverre we dat zouden kunnen gaan samenvoegen. Maar daar zal ik dadelijk wat meer over laten zien hoe ons examenportfolio eruit ziet. En dan hoorde ik Sandra op de achtergrond iets. Ja, er kwam een vraag. Hoe leggen jullie op dit moment behaalde bewijzen vast, dus zonder digitaal portfolio? Nou, we houden dat bij ons op school in ieder geval per klas bij. We werken heel simpel met rood of groen. Rood betekent je hebt het niet en groen betekent je hebt het wel. Onze leerlingen lopen echt nog met een fysieke map waarin ze kunnen bladeren, waar ze dingen in moeten stoppen, waarin in de map dingen worden afgetekend en alle docenten houden dat in een zelfontwikkeld systeem bij, zodat we gewoon over alle leerjaren kunnen zien wat wel af is en wat niet af is. Daarmee begin ik bijvoorbeeld ook al mijn lessen. Ik heb zelf een vijfde leerjaar, die zie ik maar 2 dagen in de week. Wij starten dan de ochtend, ik gooi mijn bord open, ik laat de overzichtslijsten zien, joh, waar sta je, wat is al af, wat is nog niet af, waar moet je aan denken. Ja, juf, het is wel al af, maar ik heb het nog niet uitgeprint. Ja, dan moet je dus even uitprinten bij me inleveren. Dat vind ik zelf gewoon het prettigst werken, omdat ze daadwerkelijk iets in handen hebben wat ze aan jou geven. Je kunt het direct aftekenen. Yes, ik sta op groen. Het kan als het af is in de map gestopt worden. Maar het houdt wel in dat alle docenten over je hele school dus ontzettend goed in de gaten moeten houden dat wat er in die map zit ook in het systeem bijgehouden wordt. Maar ja, dat geldt voor een digitaal portfolio denk ik net zo. Ja, met dat risico dat onze kinderen, ook al hebben ze er wat ingestopt, ze na een week het toch op wonderbaarlijke wijze
ook wel weer kwijt zijn. Vandaar dat wij al de opdrachten die zij maken, die bewaren ze wel allemaal in de OneDrive. Zodat als er een keer wat kwijt is, we het nog wel digitaal ergens op voorraad hebben, zodat ze het alsnog kunnen uitprinten. Want als aan het eind van het schooljaar Manfred mijn map komt controleren en ik heb afgetekend dat het af is en het zit er niet in, dan heb ik een probleem met Manfred. En een heel groot probleem. Precies. En zo belangrijk maken we het ook naar die kinderen toe. Hè. Het moet daarin zitten, want straks komt iemand het controleren en het moet af. En dus ze gaan daarmee zo'n verantwoordelijkheidsbesef krijgen voor die map. En ze zijn er ook echt trots op als die af is. Dus ook een van onze vragen aan het eind van het gesprek altijd, hè Manfred, waar ben je nou het meeste trots op? Ja. En dan zie je sommige kinderen wanhopig door die map heen bladeren. Van, oh ja, wat was dan moeilijk? En dan vraag je nog iets aan ze, nog iets aan ze. En meestal komt dan als antwoord een soort verzuchting dat die af is. Ik heb het gered. En dan, dan komen de felicitaties. En dat is gewoon prachtig om te zien. Ja. Maar goed, wat ik net al zei, daar zal Manfred nu even op inhaken van, hè, je moet het wel met elkaar als school breed dragen en bijhouden, want anders wordt je administratie een zooitje. Dus dat, ja. Dan mag jij weer, Manfred, sorry. Ja, is goed. Ja, op zich is het niet een, ik zie het niet als een hele grote administratieve last om erbij te houden. En dat ligt denk ik ook helemaal aan het systeem wat je hebt en hoe je het doet. We hebben inderdaad in Procentus hebben de mogelijkheid om dingen aan te vinken. Je hebt in de Procentus de mogelijkheid om dingen te uploaden. Op dit moment hebben we nog besloten dat de mentoren alle certificaten of de praktijkdocenten de certificaten inscannen en als PDF in Procentus zetten. En dan ook nog eens een keer afvinken dat het behaald is. Maar als wij dadelijk het digitale portfolio in Procentus hebben in gebruik hebben genomen en we hebben die app die de leerlingen kunnen gaan gebruiken. Dan worden die leerlingen veel belangrijker in het aanvullen van hun digitale portfolio. Natuurlijk heb je de mentor die de spin in het web blijft. En je hebt een mentor die alles continu wel in de gaten houdt. Maar je hebt ook de praktijkdocent nodig die aan het eind van de opdracht zegt, joh, maak er een foto van, zet hem in je portfolio. En ja, dat is die draagkracht die ik hier ook probeer te beschrijven. In principe moet iedereen het ondersteunen wat je doet als school zijnde. En ik denk dat je dan een heel waardevol portfolio kan krijgen. Of dat nou een papieren portfolio is of een digitaal portfolio. Ja, dat maakt eigenlijk niet eens uit als je iets gaat samenstellen. Ja, er wordt je wel de vraag gesteld, Manfred, zetten jullie alle bewijsstukken weg onder de 4 of de 5 pro-domeinen? Ja, dat doen wij. Wij hebben in ons portfolio echt duidelijk de tabbladen wonen, werken, vrije tijd, burgerschap en dan het domein leren eraan toegevoegd. En binnen, achter die tabbladen zit een inhoudsopgave welke opdrachten daar dus achter moeten. Ja. Dus en zo werken alle Haagse praktijkscholen, zodat het voor alle praktijkschoolleerlingen in Den Haag ook duidelijk is dat je volgens die domeinen je portfolio opbouwt. Alleen per school zal er dus variatie van opdrachten in zitten. Maar ze weten dus allemaal of je nou op de poort hebt gezeten of op de Hofstede, je hebt aan die domeinen gewerkt. Dat is allemaal helder. Ja. Hier een voorbeeldje van ons examenportfolio. Dat van de Hofstede ziet er niet heel veel anders uit. Er staat een ander naampje op, maar voor de rest scheelt het niet zo heel veel. Zoals ik zei, wij gaan voor een digitaal portfolio wat eigenlijk van klas 1 tot en met 5 gaat gelden. En het examenportfolio waar vooral de opdrachten zitten die te maken hebben met de domeinen, daar naar voren toe komen. Hoe kan je dit vormgeven? Ja, en vooral, en het staat hier ook met uitroeptekens, school-eigen invulling. Dat is gewoon echt het belangrijkste. Kijk naar je eigen curriculum. Kijk naar wat je al aanbiedt. En kijk waar je die kwijt kan in één van de 5, of 4, en bij ons dan 5 onderdelen. Ik denk dat dat helemaal niet zo'n heel erg ingewikkelde formule is. Het is even een klusje. Ja, nou goed, dat is. Ja. Ja. Nou, dit heb ik eigenlijk ook al een beetje verteld. Hè. Onze situatie op betreft het digitale portfolio. Ons papieren portfolio was niet heel erg actief meer in gebruik.
Er waren vakken die heel netjes iedere keer certificaten inleverden. Sommigen die hadden op een bepaald moment bedacht dat ze ook nog deelcertificaten gingen maken. Sommigen die hadden over een jaar tijd op 10 verschillende certificaten. 6 deelcertificaten en een stuk of 4 eindcertificaten van weer dingen. En ja, het zag er hartstikke mooi uit, maar het bleek gewoon niet werkbaar. Dus kijk ook heel erg uit met de hoeveelheid certificaten die je aan gaat bieden. Echt kijken van nou goed, dit is belangrijk geweest in dit jaar. En desnoods maak je een serie bewijzen die een leerling kan verzamelen, die je dan afsluit met een certificaat. Ja, en wat ook belangrijk is, Manfred, is dat je binnen je organisatie een spin in het web hebt zitten. Die gewoon van alles in de gaten houdt. Hoe loopt dat? Ik weet dat het bij jullie adjunct is. Bij ons op school ben ik dat. Zodat ik gewoon zeker weet wat gebeurt er. En gaat er niet allerlei wildgroei ontstaan aan opdrachten, certificaten. Die ook nog misschien helemaal loslopen van het curriculum. Want ik merk dat docenten het heel prettig vinden om hiermee te werken. Kinderen zijn er ook gemotiveerd door. Ze werken er ook graag aan. Ja, dan is de valkuil wel om er maar van alles in te stoppen. Ja, dan raak je het hele overzicht kwijt. Dus er moet echt wel binnen je organisatie iemand zijn die dit in zijn takenpakket krijgt om dat te coördineren. Want anders wordt het echt een rommeltje. Ja. Oké. Hebben we nog nieuwe vragen? Nee. Ja, mooi. Zijn of ze zijn heel duidelijk, of ze zijn op de slaap gevallen. Iedereen haakt af nu. gaan we naar de volgende dia. Onze situatie, tenminste dat is mijn situatie. Wij hebben ons examenportfolio hebben wij verdeeld over 2 leerjaren. En elk leerjaar hebben wij weer verdeeld in periodes. Wij hebben in totaal 7 kerntaken. En dat komt nog een beetje uit de tijd dat je niet het entreediploma, maar het AKA-diploma had. En de toenmalige mbo, ze hadden het over 7 kerntaken. Nou, uit die periode stamt ons examenportfolio. En we hebben eigenlijk nooit heel erg de noodzaak gezien om die 7 kerntaken om te gaan zetten naar de 4 domeinen van het praktijkonderwijs. Want ze dekken allemaal de lading die ook in de 4 kerntaken of in de 4 domeinen naar voren toe komen. Even kijken, nou, je ziet dat we in periode 4 hebben we dan 3, of leerjaar 4 hebben we 3 periodes en in leerjaar 5 hebben we 2 periodes. En 2 keer per jaar doen we een examenmapcontrole. Dan moeten de leerlingen bij een van de assessoren komen die in de school zijn. We hebben in totaal 5 assessoren. En niemand kijkt zijn eigen leerlingen na. Dus je hebt eigenlijk al een voortrajectje waarbij de leerlingen al moeten aangeven wat ze hebben gedaan en waarom ze misschien heel weinig in een map hebben zitten en hoe dat komt. Dus ze moeten zich al een beetje gaan verantwoorden. En je merkt ook echt dat als je die 2 periodes inplant en je nodigt ze uit voor een bepaalde tijd bij een bepaald persoon, dat geeft zoveel extra meerwaarde dat de leerlingen ook echt er naartoe werken. Ze zijn ook echt zenuwachtig als ze bij je komen. En op het moment dat jij in bij ons hebben we dan eind leer 4 dat wij gaan zeggen, nou hè, jij kan bij ons de interne entreeopleiding gaan doen. En daarvoor moeten wel minimaal de 3 periodes van leer 4 moeten daar in ieder geval klaar voor zijn. Dat is een eis die we daarvoor hebben. Dan, en de leerling heeft die periodes niet klaar, dan heeft hij voor zichzelf eigenlijk al besloten, ja, ik kom niet in aanmerking voor het entree. En de discussie die je dan hebt over wel of niet in de entree, dat scheelt wel heel erg. Ja, ik krijg, Manfred, even, ik krijg hier ook een, deze vraag past daar wel mooi bij. Ja. Er wordt gevraagd, hoe zien jullie lessen Nederlands en rekenen eruit en hoe zit dat qua bewijsvoering? Kijk, het verschil tussen het praktijkschooldiploma en het entreediploma is toch vaak het niveau op hè, Nederlands en rekengebied. Ja. Nou, hoe ziet dat eruit? Wij verschillen daarin qua school, hoe je de lessen aanbiedt. Waarin we niet verschillen is dat we dezelfde toetsen gebruiken. Wij maken gebruik van het JEI-toetsplatform. Waarin leerlingen worden getoetst op referentieniveau. Die toetsen die gaan als bewijslast in portfolio. Wat we daarnaast doen zijn de methodegebonden toetsen. Onze school werkt veel met Snapit, maar ook met de methode Deviant. En alles wat je in de les aanbiedt en wat je toetst met kinderen, dat stoppen wij in het portfolio. Manfred's school werkt daar weer iets anders in. Jullie hebben ook, als ik het goed zeg, maar dan ga ik jouw verhaaltje overnemen, maar bijvoorbeeld aan je portfolioopdrachten ook Nederlandse eisen op schrijfgebied gesteld. Ook dat kun je weer per school voor je eigen organisatie bedenken
hoe je dat doet. Alleen wij hebben wel heel stellig gezegd, als een leerling door wil voor het entreediploma, dan verwachten wij een bepaald niveau en dat wordt vastgesteld met het JEI-toetsplatform. Dus ik hoop dat ik op deze manier deze vraag nu beantwoord heb. Ik zie ook een hebben jullie leer 6, wij namelijk wel. Dat zijn leerlingen die dan entree doen, maar dit geldt niet voor alle leerlingen. Ja, ik denk dat het ook weinig uitmaakt hoeveel leerjaren je hebt, want daar heb je ook je curriculum op afgesteld. En op basis daarvan ga je gewoon je diplomeringstuk inzetten. En op het moment dat je zegt, joh, na 5 jaar ronden ze hun praktijkschooldiploma af en het 6e jaar kunnen ze entree doen. Ja, dan loopt je curriculum voor het prodiploma in ieder geval in het 5e jaar af. Alleen daar moet je voor oppassen. En wij hebben binnen het Haagse ook echt afgesproken. Je haalt eerst je praktijkschooldiploma, daarna je entree. Maar niet zo dat je je praktijkschooldiploma haalt en dan nog 1 jaar voor je entreediploma blijft. Want wij zijn geen school voor mbo, we zijn een school voor voortgezet onderwijs. En als jouw school of jouw leerling zijn voortgezet onderwijsdiploma al heeft gehaald, moet je hem eigenlijk uitschrijven als leerling. Dan kun je hem niet binnenhouden om nog even een entree te halen. Dus daar moet je wel creatief mee omgaan om ervoor te zorgen dat dat bijna gelijktijdig verloopt. Dus leerlingen halen bij mij hun prodiploma in de laatste week van juni, geloof ik. Heb ik altijd gesprekken met Manfred. En een week later komt de uitslag voor hun entreediplomering. Dus wij laten die processen gelijk oplopen, omdat je anders nog wel eens in de knel kan komen met je bekostiging. Want als jouw kind al een prodiploma heeft gehaald, waarom hou je hem dan nog op school? Want dat kan de entree ook op het mbo doen. Dus daar moet je echt een beetje voor oppassen. Ja, oké. Okay. Bedankt voor de aanvulling. Even kijken, dan gaan we eens even kijken naar een volgende stap. En dat is weer een beetje hoe wij ons examenportfolio hebben ingericht. Je ziet die kerntaken die wij dan hebben overgenomen uit de AKA. Daarin zie je dat elke periode, dus de periode 1 van klas 4, die heeft een aantal opdrachten. En dat is een van de opdrachten die dus in die 7 kerntaken past. En zo hebben we het over 2 jaar lang hebben we dat verspreid. Dat de 7 kerntaken allemaal op de een of andere manier terugkomen in een deel van het schooljaar. En aan een heleboel opdrachten die wij hebben, hangt bij ons ook een bewijs weer. En dat bewijs, daar kunnen de leerlingen zelf op aangeven hoe ze vonden dat het ging. En de docent kan aangeven hoe die vond dat het is en hoe uiteindelijk ook het eindresultaat is. Nou, dit zijn die 7 kerntaken, de laatste van de 7. Misschien herkent iemand deze wel nog als hij ook nog uit de AKA-periode stamt. Maar ook dat kan je dus zelf inrichten. Je kan je ook gewoon houden aan die 4 of 5 domeinen. Ja. Ja. Mag ik nog even wat vragen beantwoorden, Manfred? Ja. Ja, er werd een vraag gesteld. Welke eisen stellen jullie aan de entree? Eigenlijk lopen pro-leerlingen en entree-leerlingen zo lang mogelijk gelijk op. Ze moeten allemaal een portfolio op orde hebben. Er moet voor alle leerlingen een voldoende stagebeoordeling zitten. Daarin verschilt het niet zo heel erg veel. Wij kijken met name naar het theoretisch niveau Nederlands en rekenen. Dat moet voor een entreeleerling echt wel tussen de 1F en de 2F inscoren. Zowel met methodegebonden toetsing als ook wel de JEI-toetsing. En daarna kijken we ook naar de zelfstandigheid en de planmatigheid van leerlingen. In hoeverre hebben ze hulp nodig gehad bij hun zaken op orde te krijgen. Want als je er continu als docent achteraan moet, dan is dat, ja, dan scoort de planning van zo'n leerling gewoon onder de maat. Maar verder, kijk, ze zullen voor het examen moeten de entreeleerlingen nog wat extra zaken op orde hebben in vergelijking met de pro-leerlingen. Maar ze lopen zoveel mogelijk dezelfde route. Ja. En het verschil maakt zich echt van, ja, wat is je theoretisch niveau? Vervolgens wordt er ook gevraagd, hoe hebben jullie de koppeling gemaakt van Snapit naar de SLO-doelen? Ik ben niet zo heel erg thuis in Snapit. Maar wij hebben Snapit gekoppeld aan de referentieniveaus. En dat koppelt zich automatisch. En Snapit is een adaptief programma die zich mee
gaat met het niveau van de leerling. Maar mochten daar vragen over zijn achteraf, kan ik jullie wel binnen mijn organisatie in contact brengen met onze Snippet-deskundige. De Snippet-deskundige, wat mooi. Ja, ik ben daar niet zo heel erg in thuis. Dan kan ik ook wel even aangeven hoe bij ons de verschillen zijn tussen entree en pro. Ook bij ons lopen ze heel lang naast elkaar. Pas in klas 5 hebben we een aparte entree-klas waar een leerling in terecht kan komen. Omdat het entree tegenwoordig best wel veel extra dringen vraagt die een reguliere pro-leerling niet nodig heeft. Denk bijvoorbeeld aan de keuzedelen die je voor het entree moet doen. En ze krijgen bij ons ook wel wat extra taal en extra rekenen om dat niveau misschien nog net even iets verder omhoog te krikken. We stellen eind klas 4 wel dat een leerling in ieder geval op weg moet zijn naar 1F. En dat er ook echt wel verbetering zit in de lijn. Die kan je bij de TOA toetsjijker die lijn mooi zien ook. Dus dat is ook heel inzichtelijk voor de leerling. De examenmapopdrachten. Die hebben we zo ingericht dat in principe alle leerlingen die moeten de opdrachten maken waar een tweetje boven staat. Die is voor alle pro-leerlingen en ook voor de entree-leerlingen. En op het moment dat de leerling in de entree-klas terechtkomt, dan zijn er ook nog een aantal extra opdrachten. Die zijn gemarkeerd met een 1. En die moet hij dan nog extra maken. Dus we vragen ook wel iets meer van de entree-leerling dan van een pro-leerling erin. Er is nog een vraag. Geven jullie nog het vak Nederlandse rekenen in leerjaar 4 en 5? Ja, wij hier op school wel. Mijn Manfred op school ook. Daar kun je ook andere keuzes in maken. Dat is maar net waar je als school zelf voor kiest. Met name het vak Nederlands staat bij ons prominent op het rooster. Omdat wij in Den Haag gewoon een ontzettend hoog percentage kinderen hebben zitten. Waarbij Nederlands niet de thuistaal is. Dan wordt dat thuis toch een andere taal gesproken en het niet goed beheersen van de Nederlandse taal is gewoon een grote beperking op die arbeidsmarkt. Dus wij stoppen heel veel energie in de Nederlandse taal. Maar dat komt ook door de doelgroep waar we hier in Den Haag mee te maken hebben. Ik kan me voorstellen dat er andere regio's zijn waarin je andere keuzes maakt op dat vlak. Ja. Ja. Nou, hier nog even een schematisch overzichtje van de verschillen tussen pro en entree en zoals wij dat bij ons op school hebben ingericht. Ja. Ook dat is weer een school eigen keus. Ik doe dat anders, maar we vonden het een beetje overdreven om alle tweede scholen hier in een PowerPoint te doen. Manfred heeft gewoon aangeboden om jullie het voorbeeld van de poort te laten zien. Ik ben later aangesloten en ja, wij doen dat anders op school. Maar dat is de belangrijkste boodschap. Dat maakt dus niet uit. Het gaat erom dat je voor jouw organisatie inzichtelijk maakt welke eisen en welke doelen je stelt aan een leerling. En dat kan helemaal passend zijn bij je eigen organisatie. Natuurlijk kun je overal inspiratie opdoen, maar ga niet volledig los van wat je al doet. Want iedereen doet op zijn manier het gewoon al goed. Ja. Dan heb ik hier een voorbeeldje van een periodeoverzicht, zoals wij die gebruiken voor onze leerlingen. Dit is periode 1 van klas 4. Dan kan je ook zien wat de leerling in zijn map moet hebben zitten. Je ziet hier de tweetjes. Nou, die tweetjes zijn dus voor de pro-leerlingen. Deze gele, daar zit een aparte training aan vast. Dus die zijn verdeeld over heel leerjaar 4. Dus die komen in alle periodes komen ze terug. Dus het kan zijn dat ze in periode 1 hem hebben afgevinkt omdat ze toen die training hebben gehad. Maar dat ze in periode 2 hem niet afvinken, want ze hebben hem al in periode 1 afgevinkt. Dat zou zomaar kunnen. Ja, dit is dus een voorbeeldje van hoe wij, wat voor soort opdrachten wij hebben gedaan. En je ziet dat in elke kerntaak die we hebben, zit wel een opdracht verwerkt. En ik weet ervan uit mijn hoofd dat periode 2, die heeft niks in 3 zitten. Die hebben we leeg in periode 3. Ja, dat kan ook, weet je. Je moet het aanbieden, maar hoeveel je het moet aanbieden, dat staat nergens beschreven. En wij werken met een soortgelijk systeem. Alleen is bij ons echt over de domeinen verdeeld. En ik werk met groen en rood vakjes, want het is lekker zichtbaar voor ze. Dus dat, ja, dat is ook weer een school-eigen keuze. Ja. Nou, dan hebben we een voorbeeld van een opdracht. Bijvoorbeeld opdracht 7.2, boodschappenlijstje maken. Dit is een opdracht die ze bij ons op de computer maken. En als ze die hebben gemaakt en ze hebben hem helemaal ingevuld, dan heb je een bewijzenblad. Op het bewijzenblad schrijven ze dus wat er goed ging.
Ze schrijven op wat zou je anders willen doen. En de docent die kan nog een tip en een top meegeven. Op het moment dat het in eerste instantie, als je als docent ziet van joh, dit is nog niet volgens de eisen die we hebben gesteld. Dan geven wij hem nog even terug en zeggen, joh, kijk er nog een keer naar, ga er nog een keer maar aan de gang. Deze punten, daar moet je nog even op letten. Die zijn nog niet helemaal zoals ze zouden moeten zijn. En dan kan de leerling weer aan de gang gaan, dat is het formatieve stuk. We kiezen er soms voor bij sommige leerlingen om bij elke keer dat hij bij je aan de tafel komt om een opdracht te laten nakijken, het bewijsblad te laten invullen. Maar er zijn ook leerlingen waarbij je zegt, joh, neem dit nog even mee terug en kom daarna terug en schrijf, vul je daarna het bewijsblad in. En dat is ook wel een beetje leerlingafhankelijk. De ene leerling heeft gewoon even dat bewijsblad nodig om het af te ronden en verder te kunnen gaan. En de andere leerling die raakt juist gestrest op het moment dat hij iedere keer een bewijsblad met een onvoldoende terugkrijgt. En dus ja, dat doe je ook weer leerlingafhankelijk inrichten. En in ieder geval wordt elke opdracht wel afgerond met een bewijsblad. Dus in een map zit aan de voorkant zit het, de opdracht die ze hebben gemaakt. En aan de achterkant zit het bewijsblad. Die... met hun eigen tips, tips en tops die hebben meegekregen en met de eindbeoordeling. Sorry, ik werd even afgeleid. Ja, Wilbert komt even naar je zwaaien, Manfred. Ook gezellig. Hoi Wilbert. Hey Manfred. Eens even kijken, wat hebben we verder nog? We zijn nog weer bijna qua dia's doorheen. Ja, er zijn nog een aantal vragen. Eentje is over de assessoren, hè, die je aangaf, 5 assessoren binnen de poort. Nou, alle pro-scholen in Den Haag werken met assessoren. Dat hebben wij ook zo afgesproken binnen ons gezamenlijk praktijkschooldiploma-reglement. Nou, hoe borgen zij, op welke manier kijken zij naar de opdrachten, is om zo onafhankelijk mogelijk te kijken of een leerling de opdracht volgens de opdrachten heeft en de eisen heeft uitgevoerd. Hoe borg je de kwaliteit? Ja, dat vind ik een lastig om te beantwoorden, want dat is weer per school verschillend. Bij ons op school is het zo, de kwaliteitsborging is, dit is de opdracht. En de assessoren kijken of de leerling de opdracht volgens die richtlijnen heeft uitgevoerd. En ja, of de docent die de opdracht heeft nagekeken, hem ook volgens die richtlijnen heeft nagekeken. Zo checken wij elkaar om gewoon... Uiteindelijk ook of er in zit. Ja. Dat er ook daadwerkelijk datgene in zit wat ze zeggen wat erin zit. Sorry, ik word hier hartstikke afgeleid. Er staan hier 2 mannen naar mij te zwaaien. Ja, en we hebben, ja, sorry, alle assessoren hebben een opleiding gevolgd. Vult Wilbert even aan. Dus er zijn een aantal keren door de Haagse pro-scholen een gezamenlijk traject gestart om assessoren op te leiden. En iedere school heeft daar mensen aangeleverd. De assessoren zijn ook degene die de eindgesprekken voeren met elkaars leerling. Dus je moet echt die training hebben gevolgd om... ja, om die gesprekken te mogen doen met leerlingen. Mijn directeur geeft aan, binnenkort komt er weer zo'n opleiding. Jullie mogen allemaal opgeven. Ook als je niet in Den Haag woont. Zo'n stukje rijden vanuit Groningen. Ja. Maakt uit, ja. Ik denk ook wel dat het heel goed is inderdaad, dat je op die manier een onderscheid maakt in het geheel. Ik moet zeggen, het is niet een heel spannende training, die assessorentraining. Maar het geeft wel weer even net wat extra, waardoor je ook naar de leerlingen toe weer een onderscheid kan maken. Dit is een assessor, die heeft daar een opleiding voor gevolgd. En die gaat nu een map controleren of die gaat nu het gesprek met jou aan. Ja, en die kwaliteitsborging is met name ook naar leerlingen meer toe van... Goh, er wordt echt officieel even gekeken. Het kan dus ook nooit zijn, want daar hebben mijn leerlingen vaak een handje van, u gunt me niet. Hè? Als je te streng of te kritisch op opdrachten bent, ja, dan stuur ik ze gewoon naar een onafhankelijk iemand. Nou, laat maar eens kijken wat diegene daar dan van vindt. Dus ja, je haalt daarmee ook discussie, je haalt allemaal uit discussies, maar je maakt het ook extra belangrijk voor ze. Van, oh ja, maar ik moet wel echt zorgen dat het volgens die maatstaven gemaakt wordt. Want ja, we hebben er toch ook allemaal tussen, die voorbeelden hebben jullie ook vast. Leerlingen die dan denk ik, raffel even snel wat in elkaar, ik lever het in, ik ben er vanaf. Ja, ja, we vragen wel bepaalde kwaliteit van kinderen. Uiteraard rekening houden met het niveau van een kind. Ik heb een hele dyslectische jongen gehad, die moest een werkstuk over een land maken. Nou, dat is een soort fotopresentatie geworden, omdat hij gewoon 1- en 2 woordzinnen schrijft. Maar dat maakt niet uit. Hij heeft op zijn manier alle informatie bij elkaar verzameld, heeft daar een mooie presentatie van gemaakt en dan is het ook oké. Okay. Ja. Hij heeft ook voldaan aan de eisen. Dus op die manier kijk je. Maar het is met name de kwaliteitsborging
En zo voor, om te zorgen dat er geen willekeur ontstaat. Dat je echt met elkaar alle opdrachten serieus neemt. Leerlingen ook serieus neemt. En je merkt dat ze daarin dus dan ook weer een stapje extra kwaliteit gaan leveren. Er wordt ook gevraagd welke opleidingen. Het heet een assessorentraining. En er zijn verschillende bureaus die die training aanbieden. Maar mochten daar mensen in geïnteresseerd zijn, stuur even een mailtje naar Manfred of naar mij. En dan zorgen we dat de juiste informatie ook wel weer bij jullie terechtkomt. Ook een leerling die heel zwak is, maar gewoon wel op zijn niveau en gewoon het uiterste uit zichzelf weet te halen. Ja, soms dan ga je ook niet verplicht dat alle opdrachten die erin staan, dat al die tweetjes in ons geval, dat die allemaal gedaan zijn. En dan ga je ook een selectie maken. Zeg, joh, deze vijf, die ga je kijken of je die voor die datum af kan krijgen. Dan stel je gewoon een los doel, stel je daarop met die vijf opdrachten erin. En heeft hij die vijf opdrachten gemaakt, dan ben je onwijs enthousiast. En dan geef je nog een paar opdrachten als het nog haalbaar is. Je gaat echt per leerling kijken van, nou, wat is haalbaar? Maar je legt je gemiddelde wel op het op je curriculum neer, zeg maar. En dat is wel weer je uitgangspunt op alles. Wat wij dan extra doen hier nog intern, is dat op het moment dat je ziet dat een leerling zijn uiterste best doet, maar het op een of andere manier qua theoretisch niveau gewoon niet voor elkaar krijgt en je besluit om toch een wat ander programma aan te bieden, doen wij dat altijd hier via onze interne examencommissie die daar toestemming voor geeft, zodat je achteraf ook nooit gedonder daarover krijgt. Het is vaak wel formeel, hè, want het advies van de mentor wordt daarin eigenlijk altijd overgenomen. Maar zo heb je het wel een officieel staartje gegeven. En je hebt daar dan ook nooit meer kinderen die vinden, ja, maar die hoeft maar zoveel te doen en ik moet dit of ik moet dat. Dat ben je allemaal kwijt. Al dat gezeur en ik heb daar geen zin in. Het is zo duidelijk voor ze en ze zijn ook zo trots op het moment dat ze het behaald hebben, dat er ook echt, het wordt ook weer gevierd. Met de eindgesprek ook, dan kom ik bij Manfred op school, dan zitten daar ook nerveuze ouders met bosse bloemen klaar. Want oma en kind heeft zijn eindgesprek voor het diploma en dan opa's en oma's en iedereen blij en feestjes en noem maar op. Je geeft kinderen daarmee ook gewoon zo'n boost aan eigenwaarde mee. En dat vinden wij binnen het Haagse, sinds we hiermee werken, hebben eigenlijk op alle scholen die ervaring, toch Manfred? Het is geen school die zegt, nou, wat een gedoe, beginnen we niet aan. Nee. Ja, klopt, ja, en een leerling die bijvoorbeeld echt uitvalt en om bepaalde redenen geen diploma kan halen, die kan ook best wel eens op gesprek gaan bij de examencommissie. En die moet dan gewoon gaan aantonen waarom hij vindt dat het niet terecht is, want dat is dan vaker het geval. En of het wel terecht vindt. Natuurlijk heb je als mentor altijd al een gesprekje al een keer gehad met de examencommissie. En weet ook de examencommissie wat de exacte reden is waarom dingen niet behaald zijn. Maar het maakt het toch. En soms geef je hem dan op die manier nog even een extra kans. Dat is ook prima. Ja. Dat kan best. En dan is hij wel weer even extra. Oh, wacht even. Dit was echt mijn laatste kans. Examencommissie is dus zo. Nou moet ik het echt wel gaan laten zien. En ja, het gebeurt natuurlijk nog wel dat er dan leerlingen zijn die het alsnog niet laten zien. Maar juist een heleboel leerlingen laten het weer wel zien. En heb je echt wel weer gemotiveerd in de klas zitten. Het wordt weer belangrijk gemaakt. Ja. Je moet ergens aan voldoen. Ja. Is er nog een vraag? Wat vragen jullie tijdens zo'n examengesprek? Nou, we hebben eigenlijk een standaard patroontje wat we afwerken. Maar ieder gesprek is anders. Wat we sowieso doen is een stukje terugkijken op de schoolloopbaan. Van, hè, als wat voor soort leerling kwam je binnen? Hoe zijn die jaren verlopen? Wat heb je geleerd? Een beetje reflecteren zowel op schoolse vaardigheden, maar ook op gedrag. En, nou, dat is echt geweldig, want ze worden echt super eerlijk. Ze vertellen dingen, het is echt geweldig om die gesprekken te voeren. Nou, van daaruit maak je de overstap van naar de stages. Welke stages heb je allemaal uitgeprobeerd? Welke richting? Wat past bij je? Wat past niet bij je? Nou, dat soort vragen. En dan maak je de overstap naar het portfolio. En dan doe je een officiële check met die leerlingen. Van, hè, is het allemaal af? En laat eens zien. En wat vond je moeilijk aan het portfolio? Wat ging je goed af? Waar ben je trots op? En dan stuur je ze even de gang op. Dat is ons leukste onderdeel, hè, Manfred? Want dan gaan we vervolgens over koetjes en kalfjes. Over dat paard wat achter haar op de foto staat. Over mijn paard en zijn kinderen. En nou, noem maar op.
En dan roepen we ze weer binnen, heel officieel. En dan maak je als assessor een korte samenvatting van het gesprek. En dan geef je ze officieel de uitslag dat ze geslaagd zijn. Dan krijgen ze ook een papiertje van mee. Dat ze thuis kunnen laten zien. Ik heb mijn eindgesprek voldoende afgesloten. Dus ik heb mijn diploma gehaald. En dan krijgen ze op de diploma-uitreiking hun officiële diploma uitgereikt. We maken van zo'n gesprek altijd iets heel officieels. En kinderen zitten daar klaar met hun map op de gang, zenuwachtig. Ouders, opa's en oma's nog zenuwachtiger in de aula te wachten. En het maakt wel dat je school gewoon op een hele mooie, fijne manier wordt afgerond voor die leerlingen. En wij zijn daar heel blij mee. Ja. Ja. En de vlag gaat ook uit bij veel leerlingen om een diploma hebben gehaald. Ja. Ja. Dus goed, ik denk dat we deze dia en deze manier ook hebben besproken. Ja, diploma-uitreiking. Ja, goed. Ik heb al heel veel dingen op internet voorbij zien komen regelmatig over scholen die een diploma-uitreiking hebben gedaan. Het is ook volledig naar eigen inzicht hoe je dat indeelt. Ja, nu met corona helemaal natuurlijk. Maar maak er een feestje van. Dat is het belangrijkste. Die leerlingen hebben dat feestje echt nodig om zich volledig gewaardeerd te voelen. Oké. Okay. Ja. Dan kom ik aan bij de bijna de laatste dia. Wil je meer informatie, mag me altijd mailen. Persoonlijk advies wil ik ook best geven. Als onderwijsvernieuwer vind ik het ook niet erg om te helpen bij onderwijsvernieuwingen. Vind ik alleen maar leuk. En natuurlijk heel veel mensen die hierbij aangesloten zijn, die zijn al lid van de Facebookgroep, Facebook voor Docenten Praktijk Onderwijs. Ben je dat nog niet, scan deze code even, word ook lid. We zitten al op ruim 1700 mensen in die groep, dus het is een mooie groep om informatie te halen en informatie te brengen. Ja. Oké, dan zijn we er, dat was de laatste. Nou, dan Manfred, dank je wel dat ik bij je aan mocht sluiten. Echt, het is jouw geboren ideetje, maar ik vind het hartstikke fijn dat ik eraan mee mocht doen. En ik wil ook iedereen bedanken die naar ons heeft willen luisteren. En ook van mijn kant, mijn gegevens staan hier niet bij, want dit werkt om mijn Manfred vandaan, niet bij mij. Maar Sanda Zwanenburg, Hofstede College, en mochten er vragen zijn, dan mogen die altijd gesteld worden. En ook ik ben lid van de Facebookgroep. Dus ook daar kunnen jullie mij vinden. Dus, Helemaal goed. Nou, dan gaan we hem beëindigen. Iedereen ook namens mij heel erg bedankt voor het meekijken. En het stellen van vragen. Want dat maakt het alleen maar dat het nog leuker wordt om dit te vertellen. En wie weet gaan we gewoon dit nog een keertje doen. Met een nieuw onderwerp. Helemaal leuk. Ja. Ik heb het echt namens hier gehad. Iedereen bedankt. Dank je wel allemaal. Manfred, de vraag is nog, wil je de PowerPoint delen? Ja, even kijken of we dat kunnen doen. Filmpje zal ik die erbij zetten. Ja, en mocht er daar behoefte zijn aan andere informatie over formulieren, wat dan ook, die vraag zag ik net ook voorbij komen. Nou, die moet maar even echt privé aan Manfred of aan mij gesteld worden. Of kom een keer langs bij ons op school, dat is ook altijd leuk. Ja hoor, ik hoop dat we in februari, maart weer wat meer kunnen worden. Goed, nou tot ziens en bedankt voor het kijken. Dank jullie wel allemaal.